Hi, Krijft. Leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 30. En dat is van maandag 25 juli tot en met zondag 31 juli. Dus aan de kaarten schud om te kijken wat week 30 voor de kreeft gaat brengen. Dan lijkt het kreeft alsof deze week een week is waarin je het in eerste instantie misschien wat moeilijk vindt om je te uiten. Om bepaalde dingen te communiceren met de mensen om je heen. Maar op het moment dat je die stap hebt gezet, lijkt er eigenlijk ineens van alles te gaan gebeuren. Je lijkt toch het belangrijk te vinden om je emoties te uiten, om te zeggen wat er in je omgaat, wat je misschien wel van een bepaalde situatie vindt. En het lijkt ontzettend goed terecht te komen. Ik heb het idee dat het ervoor zorgt dat je hechter voelt met je omgeving, dat er een bepaalde liefde mag gaan stromen en dat je eigenlijk zo tevreden bent over een stukje wat je heel erg moeilijk vond om naar buiten te brengen, maar dat je het toch gedaan hebt, alleen daar al lijkt heel veel liefde en warmte vandaan te komen. Ook een trots op jezelf, maar ook het stukje naar de ander toe. Daar lijkt echt iets te gaan ontstaan en daar lijkt een verbinding te zijn die eigenlijk alleen maar sterker wordt. Het kan zijn dat het al een verbinding is, bijvoorbeeld met een kind of een partner, en dat er eigenlijk iets gebeurt waardoor het nog sterker gaat voelen. En dat is echt het stukje waar je als kreeft deze week heel erg mee bezig gaat zijn en wat je heel erg gelukkig maakt. Dit was weer de korte week, hoor. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan hebt gevonden en ik wens je sowieso een super fijne week.